Oh, what the fuck? Waar komt dat geschreeuwde weer vandaan, jongens en meisjes? What the actual fuck? Yo, kijkers van Doe Maar Gamen! Vet dat jullie allemaal weer kijken naar deze gloednieuwe aflevering van Job Speelt Minigames. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Ik heet jullie allemaal van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Job Speelt Minigames. Waarin wij vandaag de minigame Paintball Warfer gaan spelen. Ik heb deze minigame nog niet eerder gespeeld. En ik heb er dus ook echt een hele hoop zin in om deze minigame video over jullie op te nemen. Paintball Warfer is een minigame waarbij je eigenlijk gewoon simpelweg moet proberen jouw tegenstander onderuit te halen door middel van het gooien van sneeuwballen. En in eerste instantie klinkt dat misschien best wel makkelijk, maar ik kan jullie met zekerheid zeggen dat het op sommige momenten een nog best wel pittige minigame kan zijn. Maar één ding is zeker, ik ga er in ieder geval heel erg van genieten om deze nieuwe minigame video samen met jullie te maken. Of samen met jullie, voor jullie te maken. En dan hoop ik dat jullie er allemaal weer heel erg van kunnen genieten om deze nieuwe minigame video van mij te gaan kijken. Ik behoor op dit moment bij team groen en ik moet dus eigenlijk gewoon proberen zoveel mogelijk tegenstanders van het andere team uit te schakelen. En dat is eigenlijk vrij simpel gezegd team wit. Dus ik ben op het moment heel even aan het kijken waar team wit zich bevindt. Ik zie ze... Oh, kut. Hij was een beetje aan het campen. Dat is wel een groot voordeel aan team wit. Die kunnen zich namelijk veel makkelijker verstoppen dan iemand uit het groene team. In verband met het feit dat hun namelijk veel meer de kleding aan hebben. Die lijkt op deze map als het ware. Dus dat is voor hun dan wel weer een ongelooflijk groot voordeel. Maar tot nu toe lijkt het in ieder geval best wel goed te gaan. Ik heb namelijk al, voor zover ik weet, aardig wat kills weten te maken. Dus dat is over het algemeen gezien een vrij groot voordeel. En ik ga proberen binnen te komen. Ah, shit, ik wil eigenlijk proberen binnen te komen in de basis van mijn tegenstanders. Om even te kijken of ik daar misschien even het een en ander aan kills had kunnen maken. Maar schijnbaar is mij dat niet helemaal gelukt. Dat heeft terzij. Dat gaat mij misschien nog wel lukken. Oeh, nice. Ik weet niet hoeveel kills ik al heb gemaakt. Ik heb inmiddels al 9 kills gemaakt. En we staan momenteel bovenaan. Met maar liefst 68 kills. Het zou natuurlijk ongelooflijk awesome zijn als we nog meer kills weten te maken. En als we dit potje van Paintball Warfare zouden kunnen winnen. Want ik heb deze minigame namelijk vrijwel nog nooit eerder gespeeld. Wat eigenlijk best wel raar is. Want Paintball Warfare is namelijk een best wel bekende minigame. Alleen, ja, ik ben er nooit echt aan toegekomen om deze minigame echt te gaan spelen en op te nemen. Maar het leek me dus wel leuk het eens een keertje te gaan doen in mijn Job Speelt Minigame serie. Dus als jullie deze video leuk vinden, dan mogen jullie hem uiteraard een blauw duimpje omhoog geven. Dan weet ik namelijk dat jullie meer afleveringen willen zien van Job Speelt Minigames. En dat jullie mij dus ook meerdere minigames willen zien spelen. En ik zag hier inderdaad iemand. Oh, kut, sorry. Ik heb het niet weten onderuit te halen. In eerste instantie lijkt het misschien heel makkelijk, zoals ik al eerder heb verteld in deze video. Maar ik kan jullie dus met zekerheid zeggen dat het niet al te makkelijk is. En ik heb het idee dat hier meer tegenstanders van het witte team zitten. Oh, ik dacht dat ik net een kill had gemaakt. Nou, schijnbaar was dat dus niet het geval. Kijk, daar zijn er ook nog een aantal. Ik weet ineens niet of ik die vanaf dit perspectief kan raken. Oh, die zijn hier boven te vinden. Hoe de fuck komen hun hier boven? Is hier een ladder te vinden of zo? Nee, hier is geen ladder te vinden. Dan is het voor mij een beetje een raadsel hoe ze hier boven komen. Maar oeh, ik dacht heel... Ja, ik heb wel een kill erbij gemaakt. Best wel tof. Wat kan ik hier trouwens mee? Oh, cool. We kunnen gewoon dingen verkopen. Lol. Kill the player who killed your last. Great for taking care. Oh, met het zwaard, oftewel revenge, kun je de player killen voor 10 gold nuggets. Die jou als laatste heeft gekild. Dus als ik nu dit doe, boom. Nu heb ik de laatste player gekild die mij heeft gekild. Dat staat er ook. Beeper Jopje activated revenge. En nu heb ik dus Humbly. Die heb ik dus vermoord. Die naam, doe Humbly. Wat een epische strijdersnaam. Zo van Humbly heeft je vermoord. Nou, dan sta je verloren. Als Humbly jou heeft vermoord, dan ben je de pineut. Oh, kut. Kan ik die ook onderuit halen, die creepers? Ja, die kun je gelukkig ook gewoon onderuit halen op een vrij simpele manier. En, ah, jammer jongens en meisjes. Ik ben geen eerste, tweede of derde geworden. Maar team groen heeft in ieder geval wel gewonnen. En zoals jullie weten, was dat uiteraard het team waar ik in zat. Dus we hebben het potje weten te winnen. Fucking awesome. Oké, jongens en meisjes. We gaan gewoon nog even een potje Paintball Warfare spelen. En deze keer wil ik heel erg graag bij het rode, of niet bij het rode, bij het witte team zitten. Want op die manier val je namelijk veel minder op dan bijvoorbeeld iemand die in het paarse team zit. Dat valt namelijk echt veel, maar dan ook echt veel meer op. En deze map die heb ik geloof ik wel een keertje eerder gespeeld. Die kan ik me namelijk nog goed herinneren. En ik ga gewoon kijken of ik zoveel mogelijk punten kan krijgen. En of ik daar dan uiteindelijk leuke dingen mee kan kopen als het ware. Nou, die is in ieder geval dood. En hier zie ik er ook één. Heb ik die nu ook dood gemaakt? Nee, ik heb één kill gemaakt. Team paars staat daarentegen wel bovenaan. En ik weet niet of elke kill ook daadwerkelijk echt één punt geeft. Of dat dat meerdere punten geeft. Want je ziet namelijk staan 112. En ik weet niet of team paars ook daadwerkelijk al 112 kills heeft gemaakt. Als dat het geval is, dan hebben ze dat best wel snel weten te doen. En waarom kan ik deze kill niet killen? Ik gooide echt superveel sneeuwballen op. Maar op een of andere manier kon ik hem echt gewoon niet killen. Maar dat heeft terzijde. Er staan, wij staan op het moment wel tweede. Wat over het algemeen gezien misschien heel goed klinkt. Zo van, hé, je staat tweede maar. In dit geval is dat natuurlijk vrij kut. Omdat er namelijk maar twee teams zijn. Is tweede dus eigenlijk automatisch laatste. Dus daar moeten we eigenlijk niet al te trots op zijn als het ware. Tenminste, we mogen er natuurlijk wel trots op zijn. Maar het is niet zo dat je dan eigenlijk terecht trots bent op je plek. Want ja, je staat natuurlijk wel laatste. Oké, ik moet even kijken hoeveel punten heb ik. Ik heb inmiddels 7 punten. En ik wil uiteraard proberen veel meer punten te krijgen. Misschien... Oh, what the fuck? Waar komt dat geschreeuw er weer vandaan, jongens en meisjes? What the actual fuck? Impact. Wat is een impact nou weer? Oh, een impact is schijnbaar een nuke die wordt neergegooid. Oké, laat ik even kijken of ik hier een beetje achter kan hiden. En of ik dan vanaf dit perspectief misschien wat tegenstanders kan gaan uitschakelen. Ik heb namelijk al dus meerdere malen geprobeerd om er gewoon vol in te gaan. Maar ik denk dat de beste tactiek eigenlijk wel is om gewoon een beetje voorzichtig te tegenaan te gaan als het ware. Anders word je namelijk echt keer op keer ingemaakt. Ik heb namelijk maar 2 kills gemaakt. Heeft er waarschijnlijk ook mee te maken omdat ik deze
deze minigame namelijk echt nog bijna nooit eerder heb gespeeld. Wat ik uiteindelijk niet echt al, dat moet ik natuurlijk niet echt als een smoesje nemen. Zo van, ah, ik heb deze minigame nog nooit eerder gespeeld, dus ik ben een slechte. Ik bedoel, sommige mensen die zijn gewoon sowieso heel erg goed in sneeuwbalgevechten. Als nou, hey, ik heb 2 kills weten te maken. Super. Oké, okay, het gaat in principe best wel goed op het moment. Ik heb namelijk 6 kills, dus laten we proberen dat er voornamelijk in te houden. Dat komt waarschijnlijk ook omdat ze namelijk met een hele grote hoeveelheid op elkaar zit. Oké, okay, ik kan wat kopen. Wat kan ik allemaal kopen? Regen 3 lives voor je team. Throw more snowballs faster. Die ga ik nemen. Kun je sneller je sneeuwballen gooien. Dat is denk ik best wel handig. Oh, je kunt ze inderdaad veel en veel sneller gooien. Holy shit. Jammer, ben ik hem nu alweer kwijt? Of dan ben je hem wel gelijk weer kwijt of niet? Ik weet niet of je hem dan gelijk weer kwijt bent. Het is in ieder geval best wel episch als je dat mij vraagt. Ik heb inmiddels 6 kills. Het zou daarentegen wel leuk zijn als die fucking schreeuwende wijf even hun bek houden. Dat is namelijk echt scheidirritant. Geen idee wat ik moet voorstellen. Lijkt wel een fucking kat die in een brandende boom zit of iets dergelijks. Geen idee. Maar tot nu toe. Oh, ik gooi die sneeuwballen nog wel steeds snel. Dus dat is wel leuk dat je die op die manier. Oh, ik kan. Oh, strong arm. Oftewel fab arm. Ik heb een fab arm. Waarom noemen ze die nou weer strong arm? Waarom hebben ze niet gewoon fab arm de naam gegeven? Ik heb. Oh, kut. Ik ben alles kwijtgeraakt. Ah, oh, jongens en meisjes. Dat was het potje alweer. En wie heeft er gewonnen? Ik geloof. Ah, jammer, jongens en meisjes. Team paars heeft gewonnen. Oftewel het team waar ik niet in zat. Had ik team paars maar gekozen. Dan had ik gewonnen. Nee, grapje, jongens en meisjes. Ik vond het weer een super episch potje. Het vorige potje hebben wij gewonnen. Dit potje hebben de tegenstanders gewonnen. Maar ik vind Paintball Warfare een best wel epische minigame, to be honest. Nou ja, jongens en meisjes. Ik wil jullie in ieder geval allemaal weer heel erg bedanken voor het kijken van deze nieuwe Minecraft minigame video. Die zoals gewoonlijk weer geüpload is. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Heb ik jou nou weten te entertainen met deze nieuwe minigame video? Dan mag je hem uiteraard een blauwe duimpje omhoog geven. Ook mag je natuurlijk even op die rode abonneerknop drukken. Hieronder aan de video. Als jij 24/7 op de hoogte wilt blijven van alles wat ik doe en alles wat ik upload. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Op die manier kun je namelijk ook als een van de eerste mijn nieuwe video's bekijken. En kun jij dus ook als een van de eerste jouw oprechte mening erover geven. Voor de rest kun je mij natuurlijk hier beneden ook even in de reacties laten weten welke minigames jullie nog meer terug willen zien in de Job Speelt minigame serie. Dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie graag weer terug bij de volgende aflevering van Job Speelt minigames. Hier zoals gewoonlijk op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. Jullie zijn wel de fucking bazen. En hopelijk zie ik jullie dan de volgende keer stuk voor stuk weer terug met een nieuwe minigame video. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik, laten mensen.